Yo, in deze video gaan we je vertellen hoeveel YouTubers eigenlijk verdienen. Iedereen doet er altijd een beetje geheimzinnig over. Ja, het is een moeilijk onderwerp. Mensen doen er wel geheimzinnig over, inderdaad. En, ja, ik weet echt niet of ik dat kan zeggen, jongens. Hey Dylan, wat verdien je eigenlijk? Ja, dat ga ik niet zeggen. Ga je helemaal naar Limburg voor Dylan, krijg je dit. Ja, dit schoot niet echt op, hè? Maar goed, weet je, daar laten wij ons niet door weerhouden natuurlijk. Nee. Dus we zijn op onderzoek uitgegaan en er zijn eigenlijk drie dingen waar YouTubers geld aan verdienen. Dat is gewoon views en advertenties op YouTube en reclame, dus allemaal van die deals die ze maken met bedrijven en zo. En merchandise, en dat hebben we voor je uitgezocht. Hoe dat ja, werkt. Zeker. En in deze video gaan we het hebben over de views. Als YouTuber kun je natuurlijk aan het einde van de maand gewoon zien hoeveel geld je hebt verdiend. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Maar hoe dat wordt berekend, dat is best wel lastig. Daar wordt het echt ingewikkeld. Ja, dat is heel, heel lastig. Dat weet niemand precies, behalve de mensen bij Google zelf. Het is best wel raar, want wij gaan ook naar heel veel meetings van Google en zo. En dan zeggen ze, ja, kunnen we niet precies een antwoord op geven. Ik, waarom niet? Vertel gewoon, weet je wel. Zelfs de YouTubers weten dus gewoon niet precies hoe dit zit. Terwijl, die zitten erop, hè? Dus dat is wel een dingetje. Maar wij dachten, dan gaan we gewoon naar Google toe, want YouTube is van Google. En die weten dit ongetwijfeld. Stel je hebt 100.000 views, hoeveel geld krijg je dan? Hoe weet je dat? Dat is heel moeilijk te zeggen. Dat verschilt per land, dat kan per video verschillen. Ja, het is een vrij ingewikkeld systeem, maar het is echt een ingewikkeld systeem. Kun je eigenlijk niet zo zeggen. Dit schiet echt niet op. Nee, hier heb ik echt geen reet aan. Dat zegt helemaal niks. We zijn er even ingedoken. Wat blijkt nou? Je krijgt geen geld alleen al vanwege views. Het gaat om de advertenties die voor of tijdens een video worden afgespeeld. Wow, de vlekken zijn er in één keer uit! Dit is dus de shit die je altijd wegklikt. Maar voor de YouTuber is dat wel belangrijk, want die krijgt dus alleen geld als iemand de video kijkt en ook echt de advertentie ziet. Als je de video kijkt, die ziet die advertentie niet, krijg je niks. Dus als je een adblocker gebruikt of je klikt na 1 seconde weg, ja, geen geld. It's all gone. Maar goed, als je het allemaal bij elkaar optelt. Je krijgt per maand uitbetaald, dus er wordt eigenlijk een soort totaal van je maand wordt bij elkaar opgeteld. Ja, YouTube berekent dat per 1000 views. Dat is handiger, omdat het anders een heel klein getal wordt. Hoe dat tot stand komt, dat bedrag? Nobody knows, echt. Ja. Oké, iedereen zegt andere dingen. Kwebbelkop is echt wel heel pro. En volgens hem werkt het zo. Watchtime en views moeten we even onderscheiden. Views is het aantal kliks wat je krijgt op je video's. Watchtime houdt in hoe lang iemand naar die video heeft gekeken. Als een YouTube video 10 miljoen views krijgt en iedereen kijkt maar 1 seconde daarna, vergeleken met een video die 1 miljoen keer wordt bekeken, maar iedereen kijkt er 2000 seconden naar, dan zal die video met 1 miljoen views een hogere rating hebben, waardoor YouTube zegt, dit is een goede video en die blijft hem dan promoten. Ja, lekker. Zo. En hij heeft nog gelijk ook. We hebben even rondgebeld. Ja, klopt. En we weten 1 ding zeker. Een van de belangrijkste dingen is dat mensen je video uitkijken. Ja, hoe langer ze kijken, hoe belangrijker. Absoluut. En hoe meer geld dus. Potentieel wel. En YouTube verdient hier natuurlijk ook geld aan. Je doet dat niet gratis. Google pakt dus bijna de helft van de advertentieinkomsten van een YouTuber. Ja, dus wij krijgen minder dan de helft van die inkomsten en de YouTuber krijgt meer dan de helft van die inkomsten. We gaan nu echt uitzoeken wat je dan voor 1000 views, wat je daar dan gemiddeld mee verdient. 1 euro of 1 dollar per 1000 views of zo? In de slechte maanden zit je misschien op 40 cent per 1000 views. Andere keren zit je op 80, dan zit je op 1,20 euro. Dat verandert gewoon daartussen constant. Dus tussen de 50 cent en 1,50 euro ongeveer. Ja, zoiets. Ja, zoiets. Ja. Maar dat ligt er ook weer aan welk kanaal je hebt. Beautykanalen zijn wel anders. En ja, ik heb het over jouw kanaal. Ja, ja, dan zit het rond die koers daartussen. Okay. Als je het gemiddelde pakt van iedereen die we hebben gesproken en gebeld, dan kom je ongeveer uit op 1 euro per 1000 views. Oké, stel je hebt 100.000 abonnees. Dat is een gemiddelde YouTuber waar we mee rekenen in deze video's. En je hebt bij elkaar opgeteld in een maand 1 miljoen views. Ja. Dan deel je 1 miljoen door 1000, waar YouTube mee rekent. Ik haal het rekenen echt, maar ga door. En dan is het 1000 keer 1 euro, want je krijgt 1 euro per 1000 views, hou je 1000 euro over. En die 1000 euro, dat is een gemiddelde, hè? Want in bijvoorbeeld december, dan betalen adverteerders meer geld voor advertenties. Kan dat in 1 keer wel wat meer zijn, in de zomer bijvoorbeeld weer minder. Ja, zeker. En dan heb je nog vaak een manager, die levert je klussen op, maar dat kost je ook geld. Ongeveer zo'n 20%, dus in dit geval 200 euro, hou je 800 euro over. Ik had verwacht dat je meer zou verdienen met de views, maar dat is dus blijkbaar niet zo. Nee, nou, het is zeker niet weinig, maar je kan er geen zwembad van kopen. Een opblaaszwembad kan wel. Een opblaaszwembad kan wel. Ja, views in Nederland, dat is eigenlijk het echte YouTube money. Daar pakken mensen niet zo heel veel op. Dus maar echt denk ik een top 5 in Nederland die daar echt geld mee verdienen. Een Enzo Knol, een Dylan Hagens, Trap City, Kwebbelkop. Als je echt miljoenen views hebt, dan is het wel leuk.
Maar het kan toch wel misschien een paar duizend euro per maand zijn. En dat is toch helemaal niet verkeerd. Maar de meeste van onze normale YouTubers, die pakken het echt alleen maar via campagnes. Daar doe je het eigenlijk voor. Want die views, daar kan je in ieder geval in Nederland, hoef je het daar eigenlijk niet voor te doen. Met die deals verdien je echt schandalig veel geld. De volgende video gaan we het over hebben. En als je deze nou leuk vond, geef even een blauw duimpje. En als je de volgende wil zien, moet je ook zeker even abonneren. Ja, we zien je bij de volgende. Yes, ciao. Hoi. Be there for me too.